ik ben Hans van Borre. Sinds 14 jaar ben ik gevestigd in de Burgemeester Mooistraat in Castricum. Ik heb hier een biologische slagerij. We verkopen uitsluitend biologisch vlees van dieren die we rechtstreeks van biologische boeren betrekken. Boeren waar we al jaren zaken mee doen. Als enige slager in Noord-Holland maken wij al onze vleeswaren zelf. Van ons eigen biologisch vlees. Van parmaham tot salami, van leverworst tot bloedworst. Allemaal zonder toevoegingen. Bijvoorbeeld onze parmaham, 18 maanden gerijpt met enkel een beetje zeezout. Mijn naam is Hans van Borre. Bent u geïnteresseerd in onze biologische producten? Kom dan gerust een keertje proeven. Ook voor de lekkerste barbecue of gourmet zijn mensen bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om 10 of 200 personen, we regelen het voor u. Zaterdagavond, 8 april. Tijd voor de eerste editie van Castricum Got Talent. Mogen wij een daverend applaus voor uw gastheer, Henny Huisman. Hallo, goedenavond. Wat leuk dat u met zoveel bent gekomen. Ja, zet maar eventjes het licht aan, zodat iedereen kunt zien wie er allemaal zit. Hallo. Hoor ik opa roepen? Hallo. Opa, hè? Ja. Hij ziet mij voor het eerst natuurlijk gewoon... Zeg maar als artiest. Normaal gesproken ziet ze me alleen maar als opa. Hè? Hallo, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, we gaan straks. Oké. De jury van vanavond. Tjoe! Waarom zit iemand als Hein Poel erbij? Nou, de meesten kennen hem natuurlijk als rond de kerst, rond Sinterklaas, dat kennen we hem allemaal. Hè? Dan komt hij als de goed heiligman binnen en voor de rest kan ik er niet veel over zeggen, want er zijn er kleintjes bij. Maar hij is onze, ja, zeg maar, hij werd in de kranten aangekondigd als de grappigste man van Castricum. Nou, dat vind ik een hele eer. U hoeft geen hand te geven, het is de microfoon, zit ik even neer. Zo, waar ga je op letten, Hein, vanavond? Ik ga letten op hoe ze aankomen. Hoe ze opkomen. Oh, nee, dat is... Uitstraling. Kleding. Enthousiasme. De ogen. De lach. Alles. Complete plaatje. Maar de zang... Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk Ilonka. Jij bent natuurlijk artiest en je hebt eigen theater. Je bent kleinkunstartiest. Nou ja, je doet van alles en nog wat. En jij gaat er een beetje op letten? Nou, waar ik op ga letten... Dat hij een beetje in bedwang blijft. Ja. Maar ik kijk voornamelijk inderdaad naar de podiumpresentatie, of het me raakt. Ja. Contact met het publiek wat ze hebben en ook naar de totaliteit. Ja, en Eva, jij bent zangpedagoge. Die zijn vaak streng. Ja. Ja. Zie ik er streng genoeg uit? Nou, nee, ik zie er helemaal niet streng uit. Ik ben opgevoed met Bert Ochterop. Nou, als je dan 5 minuten te laat was, ja. dan kun je op je donder, hoor. Ja, precies. Ja. Nou, ik ga heel opbouwende feedback geven. Feedback heet dat, hè? Ja, feedback. Over stemtechniek. Ja. Dus wat iemand met zijn stem technisch. Ja, oké. Ja. Daar ga je op letten. En de gevaren, waar ga je op letten, Toon? Nou ja, ik probeer natuurlijk de jury een beetje toon te houden. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste rol. Ja, ja. Zij hebben de expertise. Precies, want jij bent de voorzitter, hè? En ik ben voorzitter, dus ik mag het een beetje coördineren. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste. Nee, nou ja, wat ik wel heel waar ik heel erg op ga letten is van, wat doet het met je? Wat doet het met je? Hoe komt het nummer over? Hoe komt het binnen bij je? Ja. Ja. Dat was goed. En het een beetje in toon houden, dat doe je eigenlijk in je dagelijks. Ja, precies. Dus dat zet ik gewoon op zaterdagavond voor. Ja,
En we beginnen met een band. Close to Fire. Geef ze maar alleen een applaus, want zijn ze ook weer. Hoe heet het liedje wat jullie gaan doen? Man and Elf. Met een af. Oké, ik ben weg. 1, 2, 3. Did you ever walk through the wilderness lost and alone? Wolves howling in the distance, the children's through bones. Use your instinct, make fire on your own. Kill a deer with your bare hands and cook them on the soul. That's right, you never get what seems to lost, but you better find your way. Say the boys got so we don't graduate. It's love and there's a love on the side of the fucking game. Are you mad enough? Are you smoking your life when you turn? Are you mad enough? Are you mad enough for love? Naar mijn oma, die is daar en die heeft het allemaal voor me gemaakt. Ja. Oma? Ja. Ik denk dat die dat er is, als ik haar naam noem, dan denkt iedereen, oh ja, dat heb ik gezien. Maaike! Want bij Maaike ging die stoel echt draaien bij het televisieprogramma, hè? Ja, wie ik kijk nou bijna nooit omdat Marco Borsato is. Hij is fantastisch lieve jongen, maar ik word kriegel wat hij allemaal roept. Maar ik heb wel gehoord dat je hartstikke. Ja, wie draaide er als eerste? Nou,
Nou, Marco draaide ook echt als eerste. Serieus? Ja. Ben je ook met hem op pad gegaan of niet? Jazeker. Heb je hem uitgekozen? Ik heb hem uitgekozen en ik zie hem nog elk jaar op de barbecue, dus dat is natuurlijk super gezellig. Oh, de barbecue nodigt hij uit? Ja. Zijn moeder erbij natuurlijk? Nou, die heb ik nog niet gezien. Als ik Marco zie, komt zijn moeder meteen. Ja. Staat de microfoon helemaal naar je zin? Goed of die hoog of lager? Nou, die staat wel goed volgens mij. Ja? Ja hoor. Nou, ze gaat best een ingewikkeld liedje zingen. We kennen dat allemaal, maar het wordt altijd een beetje onderschat. Het is een heel bekend liedje, daarom denk ik mensen wel zo makkelijk te zingen, maar er zitten een heleboel dingetjes in. Ja, er zitten wel veel dingetjes in, ja. Nou, u gaat zelf al horen wat het is. Het is van Barbara Streisand in ieder geval, maar het wordt gezongen door Maaike. Is Emma Lacroix. Dankjewel.
Ja, je zou hem niet meteen zo, zo zeggen, maar kijk, zit je familie? Ja, Emma is mijn kleindochter. Ja, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. Dat klopt, hè? Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Ze doet haar allereerste optreden hier. En nou ja, we zijn natuurlijk wel extra gespannen natuurlijk allemaal. Ja. Nee, en het gekke is dat je denkt altijd als je dat je kinderen of je kleinkinderen dat juist iets moeten. Maar we eigenlijk beschermen het juist dat we liever willen dat ze niks doen. Maar als ze iets willen, dan hou je het niet tegen. Dus mocht ze eventueel winnen vanavond, dames en heren, dan... Dan hoop ik niet dat u dat mij kwalijk neemt, dat er rare stukjes in de krant komen van ja, voortrekkerij en hij kende die en die. Nee, maar we zijn ook heel blij als ze gewoon de negende wordt. Want ze vinden het leuk om mee te doen. Dat is voor het goede doel. Ja. Heeft mooi gezegd, hè? Laat dat maar aan je opa over. Nou, succes meid. Hoor of je goed, of jezelf goed hoort, hè? Dat is belangrijk. Jaar en dan zo kunnen zingen en als dit je eerste optreden is, ja,
Het is echt ontzettend knap. En wat ik vooral heel erg knap vind, is dat je hoort dat je een goede timing hebt. En dat hoor je aan hoe je de woorden plaatst. En vooral met nummer als dit, hè, dat als het refreintje dan komt, je timet hem zo precies. En daarin hoor je dat je gewoon ontzettend muzikaal bent. En het is echt een kwestie van nog meer zangles nemen en nog luider kunnen zingen. En al die andere dingen die er nog bij kunnen. Het is echt een ontzettend mooie eerste optreden wat we vandaag gehoord hebben. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hartstikke goed. Heel erg. Moeilijk liedje ook van Anouk, want die heeft alleen maar hele mooie en moeilijke liedjes. Hè? Succes! Dus dan heb je misschien wel eens gehad dat je stem per ongeluk overslaat, hè? Ja, dat is ja, voornamelijk. Ja. Ja, precies. Nou, Anne deed het expres. Ja, ze deed het expres. En wat ook heel goed was, was de growl, zo noem je dat. Dus dat wat je dan voor je toon zet. Dus dat zijn allemaal effecten die je heel bewust toepast. En dat is... Dat zegt wat over de techniek. Ja, leuk. Maar goed, we krijgen nu, dames en heren, een... Ja, het is gevaagd, vind ik persoonlijk, want... Hij is cabaretier. Nou zijn er natuurlijk tegenwoordig al wat cabaretiers, maar daar wordt natuurlijk wel wat van verwacht. Maar hij is, heeft bij mijn kleinzoon, was hij ook meester. Meester Maurits. Ja, en meester, hij komt nu weer, Jul. Meester Maurits gaat nu optreden. Goed lachen, hè, want hij gaat allemaal leuke dingen zeggen. Meester Maurits, kom maar. Yes.
even. Mr. Maurits. Yes. Veel succes, man. Dankjewel. Gaan kijken of we kunnen lachen voor je. Dankjewel. Bye. Zoals hij nou zei, een van de jongste cabaretiers van Nederland. Dat klopt inderdaad. Ik ben 17 jaar oud. En 17 jaar, dat zegt het eigenlijk al. Ik ben een puber. Een hele irritante puber. En ik zit nog op de middelbare school. Ik zit op dit moment op het Crisis College in Castricum. Het is mijn laatste jaar. Godzijdank. Ik ben er klaar mee. En waarom ben ik er klaar mee? Dat zal ik zeggen. Ik weet nog heel goed toen ik op de basisschool zat. In groep 8 van de basisschool was ik altijd een beetje het sukkeltje van de klas. Ik was een beetje het loesertje van de klas. En ja, je hebt altijd iemand in de klas die gepest moet worden. Nou, ik was het ventje, serieus. Er zit er nog een. Broeder! Ja, ik was het sukkeltje van de klas. En ik weet nog heel goed toen ik naar mezelf door de spiegel keek en ik zei tegen mezelf, Maurits, als jij straks naar de middelbare school gaat, dan word jij de gangster van de klas. Jij wordt een man van de klas. En ik weet nog heel goed, ik nam afscheid van gewacht. Ik zei, vaarwel, motherfuckers. En ik ging die dag naar een kennismakingsdag van het Clusius College in Castricum. En dan maak je dan kennis met je nieuwe klasgenoten. En ik weet nog heel goed, van het onzekere mannetje kwam ik ineens als een gangster die school binnenlopen. Ik had ineens heel veel zelfvertrouwen. En van die mentor van die tijd moesten we iedere nieuwe leerling een hand geven om je netjes voor te stellen. Maar ik dacht, nee. Ik ben nou de gangster van de klas. Ik geef iedereen lekker een box. Yo, plek man, ik ben Maurits. En op een gegeven moment komt er een jongen van de overkant en die heette Sam. En Sam deed precies hetzelfde. En vanaf toen hadden Sam en ik met elkaar afgesproken, oké, Sam, vanaf nu worden wij de mannen van de klas. En het was ons ook gewoon gelukt, dames en heren. Serieus, het was ons gewoon gelukt. In de pauze, kinderen keken tegen ons op. Sommigen waren zelfs bang voor ons. Wij waren de mannen van de school de eerste twee dagen. Ja, althans voor mij. Voor hem, voor Sam ging het nog 4 jaar door. Bij mij was het binnen 2 dagen klaar. En het liefst wil ik dat eigenlijk niet vertellen hoe het is gekomen. Maar jullie hebben allemaal 10 euro betaald. En jullie verwachten toch wel wat. En we zijn live op Castricum TV, dus we hebben 3 kijkers erbij. Ja, jullie verwachten toch wel wat van mij. Dus ik ga het gewoon voordoen waarom ik weer het zoekjes van de klas werd. Jullie moeten even jullie voorzien dat hier het klaslokaal is. En ik zit ook in die klas en ik was een beetje aan het kutten, ik was een beetje aan het kloten. En op dat moment dat ik aan het kloten was, komt de conciërge binnen. En ik zie hem wijzen met zijn vinger en hij wijst mij aan. En op dat moment zei hij, Maurits, je moeder is hier, je hebt je broodtrommetje vergeten. Eén tip, als je iets niet moet vergeten op de middelbare school, dan is het je broodtrommeltje. Je moeder komt hem geheim langs brengen. En dat is kut. Serieus, ik zat in de klas en nogmaals, het liefst wil ik het niet vertellen, maar mijn moeder kwam zo binnen. Maurits, je broodtrommeltje. Je mag blij zijn met zijn moeder. Je mag blij zijn met zijn moeder. Je mag blij zijn met zijn moeder. En die hele klas. Oh, wat schattig. Heeft zijn moeder zijn broodtrommeltje voor hem meegenomen? Ik dacht alleen, fuck. En mijn moeder stond er nog steeds, hè. Geef je moeder eens een kusje. Geef je moeder eens een kusje. Op de wang of op de mond. Je mag maar dankbaar zijn, hè. Want mama houdt zoveel van je. Mama houdt zoveel van je. En weet je wat mama zoveel van je houdt? En weet je wat mama zoveel van je houdt? Je bent mijn kindje. Je komt uit mijn buik. Ik heb je op een dag gebaard. Ik heb je op een dag gebaard. Op 16 februari 2000, kwart over 8, heb ik jou gebaard. Rara, waarom was ik weer het sjoepje van de klas? Nou, genoeg met deze gekheid. Ik zou zeggen, start de muziek. Oké. Op een dag kwam ik aan in Sprookjesland. Ik ging door een grot en kwam uit op een strand. Een mooie grote schat fluisterde in mijn oor. Komt Roodkapje, gaat de vlucht vandoor. Roodkapje, hè, wie de fuck is dat? Daar kwam ze aan fietsen op het diepe pad. Ik zeg, jij bent de wauw, ik ben het beest. Maar plotseling werden we voorbij gereisd. Dat waren 10 criminele beren.
die gaf van elkaar kopieren. Er was eens een meisje in het donker bos. Die leek sloeg een haartouwtje los. Ze zong liedjes en dronken bier. Ze riep, geef die mountainbike maar hier. Ik zag die beren, het trut molseren. Ze steelde haar fiets om hem weer terug te keren. Wat een verrassing, kapje pakte een geweer. Schreeuwde, er schoot de beren neer. Bloed, bloed, alleen de maten. De beren zouden nooit meer praten. Rood kapje haar, honger was nog niet gestreeld. Ze kijkt naar mij, had je ook gewild? Ik werd rood als een kapje, ze trok een mes. Ik ga je steken, Maurits, tot aan deze les. Ik werd bang, en nam het haagse pad naar de molen. Van de gelaarste kap, trek aan het touwtje en kom voor het binnen. De deur ging open en de kat ging spinnen. Geen tijd voor kopjes, geen tijd voor seks. Ik word achtervolgd door een rode heks. Ondertussen klopt de kapje hard op de deur. Proef maar, ik heb hem niet geleerd. Ik kan me geen respect. Dank jullie wel. Best of cats.
Ja, dat is de beroemdste, beroemdste drummer van de wereld, Steve Kendrick. Een groot fan van. En dit is een van zijn paradiddels, hè. Daar is hij heel erg beroemd mee geworden. Eva! Ja, geen moeilijk nummer. Of wel een moeilijk nummer, sorry. Een moeilijk nummer, goed uitgevoerd. Het valt me vooral op dat jij een hele eigen sound hebt. Heel eigen. In de zin van, het lijkt eigenlijk op niemand. En dat is heel positief. Ja, dankjewel. Ja, heb je altijd al zo'n kleur gehad? Nou, ja. Ik weet nog dat mijn zangles was op een gegeven moment vriendje. Ik zei, wat klink je daar? Dus toen zie ik uitzicht van, oh. Ja. Maar gelukkig hebben ze het toch een beetje terug. Ja, nee, maar dat is juist heel bijzonder. Ja, het geluid, dus zeker niet verliezen. Ja, dankjewel. Nee, te gek. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Hallo, hallo. Waar al die jongens nog allemaal aan het helpen, maar je ziet het zakt in, hè? Je moet het allemaal zelf doen. Ik zag je vanmiddag en toen zei ik tegen je, wat mooi, dat rode haar, en zag ik je net buiten, was het groen. Dat is stom, hè? We schouwden me dood, dat ik dat zei. Ik zeg, wat mooi dat rode haar, het is hartstikke groen. Dan is er toch iets met mijn ogen dat niet goed is. Ja, het is wel half rood geweest, maar het was vanmiddag. Ja. Dus je neemt het van me op eigenlijk, dat je vond het wel zielig dat ik... Oude man die staat te vergissen buiten. He? Ja. Wat ga je zingen van ons? En hoe lang zing je al? Dat soort dingen wil ik even weten. Ik ga X's en O's zingen van Ella King. Ja. Ik zing al vanaf mijn tweede. Dat vind ik wel, maar... Vanaf je tweede al? Ja. De eerste keer was ik gebruikt van de ouders en toen was ik twee. Dus... Oh, wat lief. Hey, en hoe oud ben je nu dan? 16. 16. Dus je zingt al 14 jaar dan? Ja. Nou, wens je heel veel succes. Prachtig.
wat zo leuk is, Jennifer, ik weet niet of jullie dat ook zien, jullie, maar waarschijnlijk ook het publiek. Het typetje wat ze is, daar hoort die muziek dan ook echt bij. Vind je dat ook? Ja, dat, is, dat hoort bij haar, vind ik. En dat is zo knap. Ilonka, wat vond je ervan? Ja, ik vind het ontroerend mooi. Hoe je er staat en je styling en authentiek en juist het groene haar, prachtige stem. Ik vind het heel goed. Ja, even zo op de stip gaan, zoals we afgesproken hadden. Dit is heel bijzonder, dames en heren, want het wordt dit ook op televisie uitgezonden. Want zij komt uit Japan. En dus in eerste instantie wilde ik presenteren met stokjes. Grapje. Want ik ben in Japan namelijk ook op televisie geweest met de mini playback show. Mijn stem wordt nagesynchroniseerd door een Japans iemand. Ja, grappig hè. Ze is nog maar 7 maanden hier en ze verstaat alles. Is toch ongelooflijk knap? Ja. Hoe heet het lied? Want ik zie iets staan als. Art of the Dress. Het heet Art of the Dress. En van wie is het? Van een tv-programma. Ik ken het niet echt, maar buiten dat ik het heb gespeeld. Ik heb het gewoon ergens op internet gevonden. Oh. Oké, het is van een tv, maar het is niet van een tv, maar gewoon van hier, toch? Met z'n allen staat er, wat zeggen ze? Het is een heel mooi stuk, want ik heb het vanmiddag natuurlijk gehoord. Nou, we gaan maar beginnen, hè? Of jullie? Ja? Klaar voor? Oké, veel succes. Kom eens aan. Thank you.
je enorm bij jullie ziet, is dat katremen samen is heel moeilijk om dat zo te spelen. Dan moet je goed op elkaar ingespeeld zijn. En je kan echt merken dat jullie veel samen tijd doorbrengen, denk ik, wat jij al zei. Je helpt haar met heel veel dingen. Dat voel je, wij zagen jullie natuurlijk van de achterkant. Ontzettend mooi de opbouw in de muziek. Van klein beginnen we die tussenpozen, die stiltes. Daar hou ik er enorm van. En als je dan ook weer kijkt qua styling, moet je kijken hoe ze eruit zien. Ja, yeah. Fantastisch. Ja. Echt mini. Kom maar meisjes, kom maar. Hallo. Goed hè? Wij zijn de uitsmijter van de avond. Is dat leuk? Moet je ze zien staan? Rode lippen steeds. Top hoor, iets meer dan voor wedstrijdje, weet je wel. Ja? Oh, mijn eigen kinderen zo lijden. Vertel even, hoe lang zijn jullie met elkaar bevriend? Lang. Jullie zijn hartstikke vriendin, hè? Ja, dat ja. Maar ik ben, ik altijd wel van nieuwsgierig naar, want hartstikke vriendinnen vertellen elkaar alles. Ja. Ook dingen die je eigenlijk een ander niet mag weten. Ja. Jullie hebben dus, zeg maar, geheimen die papa en mama niet weten. En denk je dat dat leuk voor papa en mama is dat ze dat nu hier horen? Nou, zoveel geheimen heb ik niet. Maar er zijn dingetjes. Als je bijvoorbeeld een jongen leuk vindt, weet zij dan meteen? Weet ze dan eerder dan die jongen? Ik ben nooit verliefd. Dus, niet. 12, je bent laat, meid. Ik was 12 jaar, ik was één keer gescheiden. Nee. Zullen we gaan beginnen maar? Het is een gekrimpt iets, hè, met elkaar. En als je... Choreo. Choreo heet het helemaal. Ja, choreografie. Ja, choreografie, begrijp het. Vooral de hooghangende, die ken ik nog. Ja. Stel dat een choreo zijn. Let op, daar komen ze aan. Ja!
Sarah en Merel. Goed gedaan, hè? Tjonge, wat een energie. Leuk als laatste echt, was het, dat noemen ze dan een hersmijter, hè? Ja, goed. Staan we even na te dopen. Even kijken, Ilonka, wat 11 en 12 is toch, hè? Echt helemaal gek. De energie, plezier, zelfgemaakt choreo, ik ben echt heel blij van. Echt fantastisch. Begin gewoon de hele choreo. Avond. Jij begint ook met choreo, ja. Yes? Ja, natuurlijk. Ja, toen... ja. De hele avond hebben jullie al moeten wachten. En ja. Ik ben zo blij daar te zijn. Ik vind jullie echt top laten ervaren. Fantastisch, echt heel goed. Ja, leuk. Ja. En dan nu het moment. Het moment. Het moment. Ja, dames en heren. We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van deze avond. En dan moeten er toch de prijzen worden verdeeld. En dat is natuurlijk ontzettend spannend. Maar die spanning houden we natuurlijk nog even in, hè? Dat begrijpen jullie. Want laat ik in ieder geval beginnen met te zeggen dat de jury enorm genoten heeft van deze avond. Het waren hele verschillende optredens. Maar het was zo'n mooi mix en zo'n mooi programma. Daar hebben we echt enorm van genoten. En het was ook allemaal op een heel hoog niveau. Dus ik hoop dat u net als ons ontzettend heeft genoten vanavond van alle artiesten. Dus het is mooi en het is ook mooi om te zien hoe rijk onze gemeente is als het gaat over die talenten. Maar dat betekent natuurlijk wel dat als iedereen heel goed zijn best doet en het ook heel goed uitvoert vanavond, dat het ook wel heel lastig is en moeilijk is voor de jury. Heel moeilijk jury. Dus heeft het heel veel tijd gekost. Maar ik kan u wel vertellen dat we eigenlijk heel snel unaniem, tot de einduitslag zijn gekomen. En dat is dan ook weer bijzonder als je kijkt naar de hoeveelheid nummers en de variatie. Zoals al gezegd, door onze geweldige preek. Laat ook een applaus voor Henny. Ik heb jullie toch maar. Ja. Dat is toch wel gaaf. We hebben jongere talenten, maar we hebben ook oudere talenten in onze dorp. En die moet je ook benutten. Dus in die zin, je had ook buitengewoon plezierig dat je dit wilde doen, Henny. Geweldig. Zoals jij al hebt gezegd, iedereen eindigt op de vierde plaats. Behalve de nummers 1, 2 en 3. En dan gaan we. Op de derde plaats is geëindigd Emma. Kom even naar voren. Ik ga je nog even... Applaus zeker op plaats. Ik ga jou in ieder geval de prijs overhandigen. Van harte gefeliciteerd met deze mooie kleurenanalyse. Een uur met je ondersteund, gaat je helpen en allerlei mooie dingen doen. Maar wat ik belangrijker vind, om nog wel even te vertellen waarom de jury jou op de derde plaats heeft gekozen. Groot talent. En we hebben dat omschreven als een ruwe diamant. Een ruwe diamant moet met heel veel mogelijkheden. Een prachtige stem. En een van de juryleden heeft haar ook nog zien dansen in de coulissen. En dat doe je ook buitengewoon verdienstelijk. Dus we adviseren je ook om dat vooral met elkaar te gaan combineren. Dus vergeet de dans niet en je stem. Waanzin! Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, Emma. Dan gaan wij naar de tweede plaats. Wie zou er op de tweede plaats zijn geëindigd? En dat is geworden Maurits. Jij krijgt een mooie fotoshoot. Een fotoshoot. Die krijg je en dan krijg je nog maar een paar mooie foto's bij en zo. Maar Maurits, de jury heeft nog een aantal dingen over jou opgeschreven. En dat is 1, je hebt een waanzinnige uitstraling, een leuke kop, dus dat betekent al dat je heel veel mensen, ook als je binnenkomt, merkt je ook al gelijk een beetje de lachers op je hand hebt. Een geboren podiumbeest, en wat we met name ook mooi vonden was de combinatie tussen
Het cabaretdeel en het rapdeel, het zang en de tekst. En de enorme passie die je ook naar voren brengt. Echt waanzinnig. Dankjewel. En dat was Maurits. En we hadden ook nog gezegd, je moet meters maken, maar dat doe je volgens mij sowieso al. Maar dat zijn volgens mij hele goede dingen. Ik denk dat we jou nog wel eens even terug gaan zien. Ik hoop het ook. Van harte. En dan, dames en heren. Dan gaan we bekendmaken wie uiteindelijk de winnaar is geworden van de eerste editie van Castricum Got Talent. Hebben we eigenlijk een soort roffel of is dat ingewikkeld? Ja, we kunnen natuurlijk ook acties. Heel goed. En de winnaar is van deze eerste editie van Castricum Got Talent is geworden Jennifer. Dat is allemaal voor jou, je hebt het zelf gedaan. Je hebt het zelf gedaan. En de jury heeft gezegd bij de beraadslagingen, het was een waanzinnig optreden. Het was vooral ook in balans. Qua stijling, qua zang, qua bewegingen, alle ritmes. Het was echt heel mooi om te zien. En eigenlijk hebben we gezegd, wij zagen hier een heel professionele artiesten. Ook hoe jij het oploste met de band die even niet goed ging. Er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja, je corrigeerde jezelf gewoon fantastisch. En dat is echt heel professioneel. Dus wij zijn ervan overtuigd dat jij nog hele mooie stappen gaat zetten als je op deze manier doorgaat. We waren diep onder de indruk. Dankjewel. Geweldig, hè? Wat leuk. Ja, we staan hier nog steeds live op Castricum Got Talent. Je bent de winnares, Jennifer. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik zie allemaal een traantje. Nee, dat is gewoon de make-up, denk ik. Oh, dat is de make-up. Oh, snap het. Ja, hoe lang zijn jullie bezig geweest? Nou, het begon denk ik een maand of drie geleden dat we hadden... Nee, laat ik één stap terug. We hadden het idee al heel lang om de combinatie te maken van Music Kids in combinatie met kinderen en dus talenten. En dus we wilden een talentenshow organiseren. Nou, uiteindelijk, hoe ga je dat doen? Hè? En, het is niemand zijn professie. En drie maanden geleden ging de trein rijden. En die begon heel slow. En de laatste maand ging je harder. Ja, dan komt de deadline dichterbij, hè? Ja. En nou, wat ik net zeg, de laatste drie dagen was gewoon met een team van zeven mannen er volle bak in. En dan hebben we deze avond gehad. En dan is het eigenlijk jammer dat het alweer voorbij is. Ja, jullie hebben een prachtige product neergezet. En de eerste editie. Gaan we nog meer edities krijgen, denk je? Nou, volgens mij moeten we nu door naar zeker een tweede. En wat ik net zei, we hebben in wezen nu alle draaiboeken klaar liggen. Dus dit smaakt gewoon naar meer. Absoluut.